gaan vandaag kijken naar de regulatie van genexpressie. En genexpressie is dus tot expressie komen van een gen, oftewel eiwitsynthese. Dus hoe wordt dat nou gereguleerd? Je ziet hier het DNA van E. coli, Escherichia coli, wordt E. coli afgekort. Het is een bacterie wat in onze darmen zit en we gaan kijken naar het lactase gen van die E. coli bacterie. En wat je ziet hier is op het laatste deel wat ik getekend heb van het DNA. Het DNA is natuurlijk veel langer, maar we gaan hier inzoomen op dat lactase gen. Dat lactase gen dat codeert voor een mRNA. En dat mRNA dat zorgt voor lactase. Bij een ribosoom wordt het eiwit gemaakt. En dat lactase dat verteert lactose. Hier als twee monosaccharide aan elkaar gekoppeld getekend. En als dat lactase klaar is met dat lactose, dan krijgen we galactose en glucose. Ja, dus lactase splitst lactose om in galactose en glucose. Hier staat de code voor dat eiwit. Maar het is natuurlijk doodzonde als je dat enzym gaat maken, terwijl het helemaal niet nodig is. En dat geldt in specifiek voor dat E. coli, voor die E. coli bacteriën, want zoveel lactose blijft er niet over. Ja, daar in dat darmkanaal waar hij voorkomt. Voor dat lactasegen zie je een promotor. Die promotor is herkenbaar. Hè? Dat is die TATA-box, zoals we dat noemen. T-A-T-A-A. Dat codeert voor die promotor. En die promotors die zorgen ervoor dat RNA-polymerase weet waar die moet beginnen met het aflezen en het maken van mRNA. Je ziet echter dat ik heb er iets tussenin getekend, namelijk de operator. De operator is zeg maar de knop waarmee dat gen aan of uit staat. Als daar een repressor op zit, dan staat die uit. Dan kan dat RNA-polymerase niet over dat DNA lopen om dat te lezen en een nieuw RNA te schrijven. En die repressor die bindt dus met die operator. Echter, die bindingsaffiniteit van die repressor met lactose is hoger dan met de repressor. Dus op het moment dat er lactose aanwezig is in het milieu waarin die E. coli verkeert, bindt dat lactose met die repressor en daarmee vervalt die binding hier van het DNA. Dan is die operator op een keer leeg, dan is de schakelaar van uit naar aan gegaan. Dan kan de promotor dus laten zien aan dat RNA polymerase, hier moet je starten en dan kan dat polymerase daadwerkelijk dat DNA aflezen. Op het moment dat al die lactose is omgezet door lactase in monosaccharide, galactose en glucose, dan houden we weer alleen die repressor over en die repressor die keert dan terug in die operator en dan staat het weer uit en dan hoeft er dus niet meer enzym gemaakt te worden, want er is geen substraat meer. Wat voor stof is die repressor nou? Nou, dat is ook weer een eiwit en die repressor die zit dan vaak in een gen, in dit geval het lactase regulator gen, en dat gen ligt vaak vlak bij het gen wat die reguleert. En in dit geval heb ik het er precies voor getekend. Dus tussen die twee genen hebben we nou een promotor en wat nieuw is, hebben we een operator. En die operator is dus de knop waarmee dit lactase gen aan of uitgezet wordt. Zo maakt die bacterie dus enzym wanneer die dat nodig heeft en maakt die het niet wanneer die het niet nodig heeft. En dus verspilt die geen energie hieraan. Een heel mooi charmant voorbeeld van genexpressie. En het is een overbekend voorbeeld. Het staat in alle tekstboeken van celbiologie. Kijk er nog eens naar. Spoel het zoals je gewoon bent nog eens terug als het allemaal te snel ging. Of sla je tekstboek erop na. En als je het allemaal niet kan volgen, dan kan je op het web ook vast en zeker allerlei betere animaties vinden dan wat er hier op het whiteboard staat. Een volgend filmpje gaat over, ook over genexpressie, maar een ander model daarvan. Succes!